Hotelketen Van der Valk is woensdag begonnen met de bouw van zijn nieuwe hotel bij de Werpsterhoek in Leeuwarden. Het ontwerp van architect Joost Knijf is getoetst aan de eisen van duurzaamheidskeurmerk Bream. Hiermee wordt de nieuwbouw het duurzaamste hotel van Friesland. Meneer Matser, een feestelijk moment vandaag. De eerste paal van het nieuwe hotel bij Werpsterhoek. Heugelijk feit lijkt mij. Superleuk. Eindelijk, na een hoop jaren dat we ermee bezig zijn al, dat we eindelijk van start kunnen. Er is lang over gepraat in de omgeving en elders in het land, denk ik. De eerste gesprekken zijn van begin jaren 90 al. Alleen toen was de haak nog niet bekend, maar wel dat wij een hotel wilden in Leeuwarden. Het moet een duurzaam hotel worden. Ja. Wellicht het duurzaamste hotel van Friesland. Hoe gaan jullie dat bereiken? Dat is een heel lang verhaal. We hebben een BREEAM certificering. En dat houdt in heel duurzaam werken, duurzaam bouwen en ook daardoor ook een duurzaam gebouw neer te zetten. Dat is voor ons erg belangrijk. Hoeveel kamers krijgt het hotel? 118 minimaal. Misschien iets meer, maar dat... Dat ligt in principe gaan we dat bekijken als we hem bijna klaar hebben. Hoe de muurtjes precies, of ze precies op de goede plek staan. Dan hebben we al aardig wat hotels hier in de stad. Er is natuurlijk een hoop kritiek van andere ondernemers zeggen van, nou ja, we hebben wel genoeg kamers. Maar jullie zien nog steeds nog wel dat gat in de markt in Leeuwarden. Absoluut. We zijn een versterking voor Leeuwarden. En ik denk een positieve kracht. Dus ik denk dat we het drukker krijgen. Niet alleen wij, maar ook de hotels in Leeuwarden zelf. En natuurlijk ook door het feit dat Leeuwarden culturele hoofdstad is in 2018. Dus ja, die mensen willen ook onderdak hebben. Ja, absoluut. En we willen dan ook klaar zijn voor die tijd. Gaat het lukken? Dat gaat lukken. We willen na de zomer 2017 open en draaien.